Dag dames en heren, we kijken in deze video naar de rendementen van de Belgische beurs. We doen dat vanuit het menu aan de linkerkant uiteraard. We gaan dan naar de pagina met de rendementen. Dat zijn de buy-and-hold rendementen vanaf verschillende periodes tot heden gemeten. We kunnen hier in de linker pull-down de landen uitkiezen. We gaan naar België uiteraard. We zien hier twee rijen staan, mediane waarde en gemiddelde waarde. Gemiddelde waarden die zijn vaak meer beïnvloed door kleine uitschieters. Als een klein penningstok een klein beetje wint, is gauw relatief procentueel dus heel erg veel. En dat levert heel veel onduidelijke of oneerlijke getallen op. Dus we hebben ook de mediaan toegevoegd en dat is heel wat betrouwbaarder. Als we kijken naar de year-to-date rendementen, dat zijn de rendementen van begin dit jaar tot heden. Zien we dat het gemiddelde aan Belgische aandeel 30% steeg en de mediaan ligt op 10,5 ongeveer. Dat ligt in dit geval relatief dicht bij elkaar. We kijken hier wat de verliezers zijn geweest in Brussel. Unified Post, een vrij nieuw bedrijf, zat er pas sinds kort op de beurs natuurlijk. Celiat, Galapagos. Galapagos is altijd jarenlang een succesaandeel geweest, maar ook heel hard ingestort. Acacia, Option, dat zijn natuurlijk vooral de kleinere spelers, maar dat is ook heel logisch, want er zijn natuurlijk veel meer kleinere spelers dan grote bedrijven. Dus ook bij de uitschieters aan de linker en de rechterkant, dus de winnaars en verliezers zien we vooral voor kleinere bedrijven. Maar uitzonderingen zijn in dit geval dus UZB, Orange België en Telenet. Maar goed, de uitslagen die hier omlaag zijn vallen relatief mee. Er zitten niet hele dramatische nog tussen, gemiddeld gesproken. Kijken naar de winnaars, sorteren we de lijst andersom. Zien we ook weer vooral de kleinere aandelen daar aan kop staan, maar ook een paar grotere. Zoals De Keuning natuurlijk, een Kringyard, Bekaart en Kinepolis. AZ Biotech is hier de grootste winnaar met bijna 76% rendement. De Keuning ook al heel sterk. Verderop MDX Health, Kinepolis natuurlijk. Het bedrijf is op lange termijn ook enorm succesaandeel geweest. Heeft de afgelopen tijd wel wat koersdruk gehad, maar dit jaar staat het aandeel ook weer gigantische 43% hoger. Bij volgende video's gaan we verder in op de rendementen van andere landen.